Hallo, ik ben Kirsten van Voice en ik ga je vandaag helpen met het instellen van een voicemail in je belplan. Je gaat naar freedom.voice.nl en je logt in. De voicemail maak je onder beheer. Klik op beheer en kies voor voicemail. Klik op toevoegen. De voicemail geeft je een nummer, bijvoorbeeld 501. Bij beschrijving zet ik algemeen neer. Een voicemailbericht krijg je per e-mail toegestuurd. Daarom moet je hier een e-mailadres invullen waarop je alle berichten zou willen ontvangen. Het is handig om hier een mailbox te kiezen waar meerdere mensen toegang tot hebben. Ik kies voor info@altijdgelijk.nl. Nu kies je het bericht dat klanten te horen krijgen. Je kunt kiezen voor ons standaardbericht of een aangepast bericht. Standaardbericht zijn voicemailberichten in meerdere talen waar je uit kunt kiezen. Door zowel een man als door een vrouw. Heb je zelf een bericht ingesproken, dan kun je deze uploaden door het welkomstberichttype aangepast te selecteren. Bij een aangepast bericht moet de geluidsbestand voldoen aan .wav, .mp3 of .gsm en mag niet groter zijn dan 5 mb. Je krijgt een e-mailbericht wanneer klanten geen ingesproken bericht hebben achtergelaten op je voicemail. Wanneer je dit niet wilt, vink je verstuur e-mail bij geen bericht uit. Klik onderaan op opslaan. De voicemail moet nu nog in het belplan worden gezet. Je klikt op belplan. In het belplan bepaal je voor welk zakelijk nummer je de voicemail hebt gemaakt. Ik druk op het nummer die eindigt op 130. Als tweede stap zet ik de voicemail in het belplan. Het belplan is nu klaar, dus ik kan onderaan op opslaan drukken. Bedankt voor het kijken naar de instructievideo voor het instellen van de voicemail in je belplan. Mocht je nog vragen hebben, je kunt altijd met ons chatten, maar ook telefonisch zitten we voor je klaar op 050 700 9920.